Deze video is goedgekeurd door Dagelijks AD. Hallo mensen van Dagelijks AD, mijn naam is Job, ik ben 30 jaar oud en leuk dat jullie kijken naar deze video. In deze video ga ik met jullie hebben over dingen die je niet moet doen bij het maken van een goedgekeurd video. Want er zijn uiteraard dingen die je wel moet doen en er zijn uiteraard dingen die je niet moet doen. En vandaag gaan wij het hebben over de dingen die je niet moet doen, zodat jij het makkelijker hebt bij het maken van een goedgekeurd video. Laten we beginnen. 1. De slime. Oh Milan, ik word je echt vreselijk belangrijk dat je me deze kans schrijft. Ik vind het zo super. En ik wil je gewoon echt vreselijk bedanken dat je me deze kans... Ik wil je vreselijk bedanken, Milan. Milan, bedankt. Oh, Milan, bedankt. Milan, ik wil je zo vreselijk bedanken, Milan. Milan, had ik je al verteld dat ik je vreselijk wil bedanken, Milan? Ik moet hem helaas afkeuren. Ja, dat is niet zo heel handig om te doen. Aardig zijn mag, maar je moet er wel een limit op zetten. Laten we gelijk doorgaan naar de volgende. 2. De promotie. Ja, nou ja, ik ben Job en ik heb ook een gamekanaal. Doe maar game, moet je echt even op abonneren op mijn kanaal. Doe maar game, speel ik vooral Minecraft, Call of Duty en nog veel meer. Ik speel echt alle games die je maakt het voorstel. Dus abonneer even op Doe Maar Game. Je moet even abonneren op Doe Maar Game. Echt, je moet abonneren op Doe Maar Game. En ook op mijn hoofdkanaal. Je moet echt even abonneren op die kanaal. Want het zijn super toffe kanalen. Ik zou het heel erg waarderen als je daar even op abonneert. Natuurlijk ook even mijn video's liken en abonneren. En delen, vooral delen. Delen is echt super. Daar krijg ik heel veel abonnees bij. Ik moet er ook even voor zorgen dat je die video's like. Want liken, dat is gewoon fucking basis. Deel, like, favoriet. Ga ook even naar mijn kanaal Hexengym. Dat is mijn hoofdkanaal. Maar je moet sowieso even abonneren op mijn kanaal Doe Maar Game. Dat is mijn gamekanaal. Ik moet hem helaas afkeuren. Ja, dat is niet zo heel handig om te doen. Want mensen kennen je nog niet eens. En als je dan al aan ze gaat vragen om te abonneren op je, dan denk ik dat ze dat niet doen. Kijk, als ze de commentary leuk vinden, dan gaan ze vanzelf dan naar je kanaal om te abonneren en om je video's te liken. Dus dat hoef je niet in de video te zeggen. Natuurlijk kun je wel even zeggen wat je kanaal is, maar daar moet je het ook bij houden. En voor de rest moet je je gewoon bezighouden met de commentary zelf. Oké, en laten we nu maar doorgaan met de volgende. 3. De stilte. Ja, dat is wel vet. Soms moet ik wel eens poepen. Nee, kut. Dat is niet goed. Ik moet hem helaas afkeuren. Ja, inderdaad. Een ongemakkelijk stilte in de video is niet altijd even leuk voor de kijkers. Ik bedoel, je moet proberen in de commentary je kijkers bezig te houden. En lukt dat zo eventjes niet, probeer dan de stukken eruit te knippen waarbij je even niet weet wat je moet zeggen. Dan zul je zien dat het veel soepeler loopt. 4. Is er niet. Ja mensen, ik wil jullie allemaal frisse bedankt voor het kijken van deze video. Vond je dit nou een leuke video? Zorg dan even voor dat je een groen duimpje achterlaat. Laat natuurlijk ook even een reactie achter of jij wat aan deze video hebt gehad. Dat zou ik heel erg tof vinden. En Milan, natuurlijk bedankt dat je me deze kans hebt gegeven. Nee mensen, dit is niet te slijmen. Dit is gewoon één keer om te zeggen dat het toch wel heel erg tof is. Mensen, bedankt voor het kijken en misschien wel tot de volgende keer.